horen mij? Test 1, 2, 3. Zwaai maar even. Geen storing. Dit is prima. Dit is goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, dit is goed. Test.
achter het hek. Oplezen. Wat is er? Wat wil je me hebben staan? Achter het hek met voorlezen. Goedemorgen. Hoort iedereen mij? Ja. Welkom vandaag bij Ibop in Warga. Hopen dat het een beetje treft. En we beginnen met de eerste deelnemer aan de rijproef. Dat is nummer 1, vind ik, hè? Ja. Dat is gewoon nummer 1, Hendrik van der Ridderdiek, wordt voorgesteld door Jelmer. Jelmer, wat ons betreft kun je beginnen. Succes. Tussen zee en hem, arbeidstap. Tussen zee en hem, arbeidstap. Tussen de zee en hem, naar stap en dan bij B aanwenden. Tussen M en C, overgang, arbeidsgeloop links. E, B, E, grote volte, enkele sprongen, middengeloop. Tussen K en A, overgang, draf. En dan F, E, van hand veranderen. En dan bij E, B, E, een grote volte, de hals laten strekken. Van tussen E en A, teugels op maat. Tussen C en M, arbeidsgeloop rechts. En dan B, E, B, grote volte. B, E, B, grote volte, enkele sprongen, middengeloop. Tussen F en A, draf. Tussen F en A, draf. K, X, M, hand veranderen. Tussen E en K, overgang, stap.
XCG, halt houden en groeten. We hebben gekeken naar nummer 1, Hendrik van Ridderdijk, met Jelmer Ketelaar. Nou, fijn paard met veel souplesse, in het draf veel afdruk en ja, heeft echt wel veel ruimte. In de stap nog ja, mist hij de takt en heeft hij echt wel veel spanning nog. Dus nou, proberen, dat is echt wel jammer. In de galoppade veel lichaamsgebruik, mag ze iets meer lichaamsgebruik mogen hebben, maar wel heel veel afdruk en ook wel veel sprong achter de bodem. Dus daarin eigenlijk wel weer heel fijn. We zijn tot de volgende cijfers gekomen, de stappen 5, de draf een 8,5, galop een 8, houding en balans een 8, souplesse een 7,5, schakelen 7,5, impuls een 8 en een totale score van 82. Dan gaan we kijken naar nummer 2. Dat is vriendin Mila met Joyce Haier. Joyce, als je dadelijk zover bent, mag je starten. Succes. Hand veranderen, enkele passen midden draf. C, slangenvolte, 3 bogen. C, slangenvolte, 3 bogen. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. B, afwenden.
hand. Linkerhand. Tussen K en A, overgang arbeidsdrag. Tussen K en A, overgang arbeidsdrag. Tussen M en C, arbeidsgeloop links aanspringen. M en C, arbeidsgeloop links aanspringen. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengelop. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Van hand veranderen. F, E, van hand veranderen. E, B, E, grote volte hals strekken. E, B, E, grote volte hals strekken. Ze E en H teugels op maat maken. Tussen C en M, arbeidsgeloop rechts aanspringen. C en M, arbeidsgeloop rechts aanspringen. B, E, B, grote volte, enkele sprongen middengelop. Arbeidsdraf. KXM van hand veranderen in middendraf. KXM van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K overgang arbeidsstap. E en K, overgang arbeidsstap. K, A, F, vaart de hals laten strekken. K, A, F, vaart de hals laten strekken. F, teugels op maat. F, X, G, wenden. XG wenden. XG halt houden en groeten. Ja, maar daar maar hè, dan is het even door. Thank you.
klassenproef van nummer 2, Vrunden Villa J, gevolgd door Joyce Haier. Joyce is sympathiek voorgesteld, maar met een mooie houding en een makkelijk beeld, waar dat veel achterbeen heeft en makkelijk zichzelf laat dragen. Wij zouden wel willen dat de paard nog meer lichaamsgebruik houdt en dat in het schakelen waar hij met zoveel achterbeen handigheid heeft, dat hij daarin nog meer een door kan geven in het lichaam. En ja, in de basis draf en basis galop nog makkelijker zijn lijf blijft gebruiken. Dat zou vooral vandaag iets over vallen. En daarbij was het stappen wel iets bereikbaar. Voor het eerste gedeelte zouden we willen dat hij de pas nog meer afmaakte. Nog meer duidelijk in de viertakt blijft. Het tweede gedeelte was duidelijk beter ook. Dus daarmee komt hij vandaag wel op een 6 voor de stap. Draf en galop een 7. Houding balans een 7. Souplesse een 6. Schakelen 6,5. Impuls 7,5. Komt dan met 74,5 punten. Het volgende paard in de baan is Inke RV. Voorgesteld door Meini Kampen. Meini, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes! AXC, binnenkomen in arbeidsdraad. AXC, binnenkomen in arbeidsdraad. C, linkerhand. C, linkerhand. C, linkerhand. E, B, E, grote volte. E, B, E, grote volte. F, X, H, van hand veranderen. F, X, H, van hand veranderen. Daarbij enkele passend middendraf. FXH van hand veranderen, enkele passend middendraf. C, slangenvolte, 3 bogen. C, slangenvolte, 3 bogen. C, slangenvolte, 3 bogen. Tussen C en M, overgang, arbeidsstap.
rechts laten strekken. S, tuigels op maat maken. S, tuigels op maat maken. F, X, G, wenden. F, X, G, wenden. Tussen X en G, halt houden en groeten. Tussen X en G, halt houden en groeten. Dat was de proef van nummer 3, Imke RV, voorgesteld door Meini Kampen. Meini fijn voorgesteld, makkelijk in de aanleuning. Een paard met heel veel go en looplust. In het draven en galopperen heeft het paard een hele mooie voorhand, een heel mooi voorkomen en een mooie houding. Ook wel veel activiteit vanuit het achterbeen. Alleen zouden wij willen dat hij van nature meer zich op kan nemen en meer gesloten blijft. Dat hij nog meer over de rug verbinding blijft maken, zodat het achterbeen ook mooier naar voren doorkomt. Dat is in het stappen ook iets, vooral in het eerste gedeelte van de proef, dat het paard nog ietsje strak blijft. We zouden willen zien dat hij nog meer door het lichaam blijft stappen en dat hij daarin meer kan schrijden en meer overstap maakt. We geven de volgende cijfers. Stap een 6, draf 7,5, galop een 7, houding balans een 7, souplesse en schakelen 6,5. Impuls een 7,5 en daarmee komen we op 75,5 punt. Volgende combinatie in de baan is nummer 4, Amke Stal de Oergong. Voorgesteld door Jelmer. Jelmer, succes met je proef. FXA, van hand veranderen, enkele passen met de draf. FXA, van hand veranderen, enkele passen met de draf.
lange volte, 3 bogen. J&M arbeidsstap. Tussen J&M naar de arbeidsstap. B afwenden. E op de linkerhand. Zo'n K en A overgang eraf. M&J, galop. Het is een M&J, galop. Grote volte, enkele sprongen middengalop. Veranderen. FE hand veranderen. EBE grote volte, hals trekken. Tussen E en A teugels op maat. Tussen C en M galop. BEB grote volte, een middengalop. Eraf. KXM van hand veranderen. Enkele passen midden eraf. Oh nee, in midden eraf. Tussen E en K. Overgang arbeidsstap. Tussen E en K. Overgang stap. AAF de hals laten strekken. Bij F teugels op maat. FXC wenden. En dan alt houden in de groep 1. We hebben gekeken naar nummer 4, Amke Stal de Oergong met Jelmer Ketelaar.
fijn voorgesteld. Het paard zou in de stap, blijft hij wel heel mooi takmatig, maar zou hij nog wat meer ruimte mogen maken? Zou hij nog meer onderdoor mogen treden? In de draf heeft het paard, zou het paard meer gewicht op mogen nemen? Daarbij meer lichaamsgebruik, maar dat missen we ook een beetje in alle drie de gangen wel. Dat we ook in de galopade, dat hij wat meer lichaamsgebruik en souplesse zou mogen tonen. En we zijn dan ook tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6,5, de draf 7, galoppen 6,5, houding, balansen 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsen 7 en een totale score van 73. Dan gaan we nu kijken naar nummer 5, Tjintje van het Hoge Land met Hermina Holweda. Hermina, als je zover bent, succes. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, enkele passen middendraf. FXH van hand veranderen, enkele passen middendraf. C slangenvolte met drie bogen. C slangenvolte met drie bogen. Tussen C en M, arbeidsstap. Tussen C en M, arbeidsstap. Tussen C en M, arbeidsstap. B, afwenden. B, afwenden. E, linkerhand. E, linkerhand. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen M en C, arbeidsgalop links. Tussen M en C, arbeidsgalop links.
E, grote volte, enkele sprongen middengalop. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A, arbeidsstraf. Tussen K en A, arbeidsstraf. F, E, van hand veranderen. F, E, van hand veranderen. F, E, van hand veranderen. E, B, E, grote volte hals trekken. E, B, E, grote volte hals trekken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen E en H teugels op maat. Tussen C en M arbeidsgalop rechts. Tussen C en M arbeidsgalop rechts. C en M arbeidsgalop rechts. B, E, B grote volte. Enkele sprongen middengalop. B, E, B, grote volte, enkele sprongen, middengalop. Tussen F en A, draf. Tussen F en A, draf. K, X, M, van hand veranderen in middendraf. K, X, M, van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K, stap. Tussen E en K, stap. Tussen E en K, stap. K, A, F, paard, hals laten strekken. K, A, F, paard, hals laten strekken. F, teugels op maat. F, X, G, wenden. F, teugels op maat. F, X, G, wenden. Tussen X en G, halt houden en groeten. Tussen X en G, halt houden en groeten. Nee, want eigenlijk is er ook wel een livestream bedacht om later. Maar goed. We hebben gekeken naar nummer 5, Jintje van het Hoge Land, met Amina Holbe daar. Een paard met veel houding en veel balans. Zou nog wat actiever mogen van achteruit in de stap. Wel mooi pragmatisch, maar ook daarin wat meer bodem mogen maken in de draf. Ja, zoals ik al zei, veel houding en balans. Zou van achteruit ook wat meer activiteit mogen hebben in de galoppade. Paard kan heel goed al gesloten galopperen, maar zou dan nog wat meer sprong naar voren mogen maken. Dat zouden we nog wel willen zien. Paard kan wel makkelijk schakelen. We komen tot de volgende cijfers. De stap een 6,5, draf een 7,5, galop een 7, houding en balans 7,5, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7, een totale score van 78. Dan gaan we nu kijken naar nummer 6, Lieske van Ikerwold met Helene de Haas. Helene, als je zover bent, veel succes. Thank you.
komen in arbeidsdraf. C, linkerhand. E, B, E, grote volte. F, X, H, van hand veranderen in enkele passen middendraaf. Lange volte met drie bogen. Tussen C en M, arbeidsstap. Tussen C en M, arbeidsstap. B, afwenden, E, linkerhand. Linkerhand. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen M en C, arbeidsgelopen links. E, B, E, grote volte en enkele sprongen middengelop. Dus een K en A, de overgang. F, E, van hand veranderen. E, B, E, grote volte halstrekker. Dus een E en H de teugels op maat maken. En M, arbeidsgelopen rechts. B, E, B, grote volt en enkele sprongen middengelop. Dus een F en A, de overgang. K, X, M, van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K, arbeidsstap. Q,
we ze op maat maken. F, X, G, wenden. Dus een X en G, hand houden en groeten. Proef van nummer 6. Lieske van Ikkenwald, voorgesteld door Helene. Helene, een beetje wisselend beeld. Mooie momenten waarin hij zich fijn ontspant en geeft. En stukken dat hij nog een beetje overprikkeld is en zich wat vasthoudt in het lichaam. Dat is wel een beetje wat hij nodig heeft voor ons gevoel. Dat hij wel daarin moet ontspannen om niet wat hectisch te worden en wel in verbinding te blijven. Dat hij daarin meer tot dragen komt, maar het is wel een heel mooi silhouet en een hele mooie houding. Alleen moet hij soms net even een klein beetje meer gelaten om het lichaam meer te blijven gebruiken. Galopperen is linksom nog erg groen en vandaag wel heel erg overleven. Rechts een stuk beter, maar ook daarin kan hij nog meer in balans blijven lopen, maar heeft hij wel meer techniek en blijft hij zichzelf meer dragen. De stap is correct, alleen daarin ook zou willen dat hij nog ietsje meer gelaten blijft om nog meer door het lichaam ruimte te maken. Krijg vandaag de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7, galop 6,5, houding balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7,5 en komt ermee op 75 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 7. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. XH, van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. C, slangenpolten met 3 bogen. C, slangenpolten met 3 bogen.
tussen C en M, overgang arbeidsstap. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. B, afwenden. B, afwenden, E, linkerhand. E, linkerhand, tussen K en A, overgang, arbeidsdraf. Tussen M en C, arbeidsgeloop links aanspringen. E, B, E, grote volte en enkele sprongen middengeloop. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengeloop. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. F, E, van hand veranderen. E, B, E, grote volte hals trekken. E, B, E, grote volte hals trekken. Tussen E en H, teugels op maat maken. E en H, teugels op maat maken. Tussen C en M, arbeidsgeloop rechts aanspringen. B, E, B, grote volte en enkele sprongen middengeloop. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. K, X, M, van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. K, A, F. Paard de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. F, X, G, wenden. Dus X en G, halt houden en groeten. Nummer 21, Yara van Dulven. Demi fijn voorgesteld, paard makkelijk in de aanleuningen, fijn op eigen benen. Een paard dat in alle drie de gangen veel souplesse heeft en veel lichaamsgebruik. En actief gebruik van het achterbeen. We zouden nog wel willen dat hij van nature meer gesloten kan blijven. En daarin ook meer naar boven blijft. In het schakelen met name ook, drukt het paard zich net even iets te veel naar de voorhand toe. Dat hebben we iets meegenomen in de cijfers.
Verder zijn we wel erg gecharmeerd van dit paard. We geven de volgende cijfers vandaag. Stappen 8, draf en galop 7,5. Houding balans 7. Souplesse 8, schakelen 7,5. Impulsen 8, komt ermee op een totaalscore van 83,5 punten. Volgende paard in de baan is wel nummer 8, toch? Jantje van Veenhof, voorgesteld door Hanna Goldbach. En Hanna, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes!
Super jammer. We hebben gekeken naar Jantje van Venhof met Hanna Goldbach. Bepaald met de houding. En doet nog wel een beetje jeugdig aan. Ze mist nog wat kracht. En dat zien we vooral terug in de draf. In de stappen goed in de takt. Het zou nog met iets meer souplesse mogen lopen en wat actiever. Maar pakt wel de ruimte. De draf mist dan inderdaad nog wat kracht. Maar daarentegen blijft hij zichzelf wel mooi dragen. In de galop veel balans. En sprong en mooie techniek. Maar zou nog wat meer lossigheid mogen tonen. We komen tot de volgende cijfers. De stappen 7,5, de draffen 6,5, galop 7,5, houding en balansen 7, souplesse 7, schakelen 7, impulsen 7, een totale score van 78. Dan gaan we nu kijken naar nummer 9, Idele Dame met Jelmer Ketelaar. Jelmer, je mag zo starten. Binnenkomen, arbeidsdraf. C links. V linkerhand. E, B. Grote volte. F, X, H, van hand veranderen. Enkele passen middendraf. Lange volte met 3 bogen. Tussen C en M arbeidstap. En dan bij B afwenden. Overgang eraf. Tussen M en C, arbeidsgeloop links. Tussen M en C. Ik zal duidelijker articuleren. Volte, enkele sprongen middengeloop.
rechtsdraf. FE hand veranderen. Dan bij FE van hand veranderen. En dan bij EBE een grote volte. En de hals laten strekken. Tussen E en H, teugels op de maat. En dan tussen Z en M, galop rechts. BEB, grote volte. Tussen F en A, draf. KXM van hand veranderen, midden draf. Tussen E en K. Tussen E en K. Overgang stap. KAF. Paard de hals laten strekken. F de teugels op maat. Was het hoek van nummer 9, die dille dame, voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Jelmer, knap gereden. Het was voor ons wel een beetje moeilijk, want het was een beetje een wisselend beeld. Afwisselend, hele mooie momenten. En momenten dat hij een klein beetje uit balans nog wat zoekerig was. Wel een paard met een heel mooi voorkomen en een paard met heel veel lossigheid. Dus zeker ook wel een paard wat in de basiskwaliteit genoeg heeft. Alleen was dat vandaag nog wel iets wisselend in wat het beeld was. We geven daar de volgende cijfers op. Stappen 6,5, draf een 7,5. Galop een 7, houding balans 7. Souplesse schakelen een 7 en impuls een 7. Komt dan mee op 77 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 10, Parel van de Noesthoeven. Voorgesteld door Henriette Kleverman. Henriette, als de baan vrij is, dan kunnen we toch beginnen met de proef. Succes. EBE, grote volte. EBE, grote volte.
grote volte. F, X, H. Van hand veranderen. Daarbij enkele passen middendraf. F, X, H. Van hand veranderen. Daarbij enkele passen middendraf. Slangenvolte met drie bogen. C, slangenvolte met drie bogen. Tussen X en G, halt houden en groeten.
hebben gekeken naar nummer 10, Paal van de Roestehoeven met Henriette Kleefman. Nou, je had je handen vol. En ondanks dat toch nog knap rondgestuurd. Ondanks dat het paard veel spanning heeft, blijft hij wel heel fijn bewegen. Zowel als in de draf als in galop. In de stap behield hij zelfs ook de takt. Maar ja, was hij wel wat gehaast. En zou hij meer souplesse mogen hebben. In de galopade maakt hij ondanks de spanning toch wel veel sprongen. Hij heeft techniek, hij kan zich blijven dragen. En het heeft een goed gebruik van het achterbeen. We zijn dan ook tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6, en de draf 7,5, klop 7,5. Houding en balans een 7, de souplesse een 6,5, schakelen een 7, impuls 7,5 en totale score van 77. Dan was het de bedoeling dat we nu naar nummer 11 gingen, maar met Jeldau van Vrijten, met Jelmer Ketelaar, maar ik denk dat we nog heel even wachten, want die is denk ik nog aan het wisselen. Tot zo!
C-links, sorry, ik hier op verkeerd vroeg. C-links. EBA, grote volte. FXH, van hand veranderen, enkele passen midden eraf. Zee, slangenvolte, drie bogen. C&M, arbeidsstap. C&M, arbeidsstap. B afwenden. Lekker mee. Ja. Kun je het goed? Ja. Ja, kun je erbij. Kijk, hoe naar je eronder. Hé, hey, links. Dus een KNA mag je aandraven en dus een MSC gelop. Waarom niet? Dat moet je nooit doen. Dat is veel te weinig. Dus een MSC gelop, EBA grote pot. KNA arbeid draf, FE hand veranderen. EBA grote volte hals trekken. Tussen E en H teulse maat, tussen C en M arbeidsloper rechts. BEB, grote volte, enkel sprong midden gelop. Tussen F en A, overgang draf. En dan van hand veranderen en midden eraf. Ja.
hebben gekeken naar de proef van nummer 11, Jaldo van Vreedwen, voorgesteld door Jelmer. Fijn voorgesteld, maar met heel veel energie en ook wel bruikbare energie, waar je hem heel mooi de proef mee door kunt loodsen. We zouden wel willen dat hij nog iets meer van nature zich kan dragen, dat hij met die energie en die activiteit nog net even ietsje mooier in balans onder je blijft in het draven en daarin ook vooral in de verruimingen. Maar vooral ook in het galopperen, want dat is nog echt wel een beetje overleven nu. Hij heeft wel techniek, vooral rechtsom wel, maar links is echt nog wel wat te loperig en zoekt daarin echt wel naar balans. Stap en draf heeft het paard wel echt fijne techniek en laat hij zich fijn werken. Vandaag krijg je de volgende cijfers. Stap en draf een 7,5, galop een 6. Vooral vanwege de linker galop. Houdingbalans en souplesse een 7. Schakelen 6,5. Eigenlijk vooral vanwege de galop. Want in draf heeft het paard wel veel mogelijkheden. Impuls een 7,5. En daarmee kom je op 77 punten. Dat is nummer 12, Kendra van Stal Sipma, voorgesteld door Sandra de Groot. Sandra, succes met je proef. Dus een M en
C, arbeidsgelop links aansprengen. E, B, E, grote volte, enkele sprongen midden gelap. Dus een KA overgang arbeidsdraf. F, E van hand veranderen. FE van hand veranderen. EBE grote volte hals trekken. Tussen E en H teugels op maat maken. CM arbeidsgelap rechts aansprengen. BEB, grote volte, enkele sprongen middengelap. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. KXM van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. KAF, paard de hals laten strekken. F teugels op maat maken. FXG wenden. Dus een X en G halt houden en groeten. Gekeken naar nummer 12, kinderen van stal Sipma, met Sander Argoot. Paard met veel houding, vond het nog een beetje spannend hier en daar, hè, maar daar heb je hem toch nog wel goed doorheen geloodst. De stap, paard heeft een goede tak, maar zou nog wat losser op mogen, een beetje meer mogen schrijden in die stap. De draf heeft veel houding, veel balans en afdruk, en souplesse, hè, maar mag net nog allemaal een klein beetje actiever worden voorgesteld. En dat zien we in de galop ook. Daar heeft je paard veel techniek, hè, veel sprong. Maar het mag ze nog net ietsje losser laten in de galoppade. En ook weer wat actiever worden voorgesteld.
Dus kom tot de volgende cijfers. De stap een 7, de draf een 8, galop een 7, houding en balans 7,5, souplesse 7,5, schakel een 7, impulsen 6,5, met totale score van 80. Dan hebben we nu een kleine pauze en dan gaan we om... Ik zal even kijken in mijn boekje. Dan gaan we om 10:30 weer verder met de menproeven.
van de menproef. Dat is nummer 14, VDM. Voorgesteld door Age Okkema. Age, succes met je proef.
Dat was de proef van nummer 14. Gildau VDM, voorgesteld door Aga. Aga had nog een beetje wisselend beeld. Het ook nog ietsje groenig, met name in de draven. Het paard heeft wel hele mooie momenten en blijft dan ook heel mooi in de houding en fijn in balans. En heeft daar dan ook veel kwaliteit in het lopen. Maar het wisselt nog wel af met momenten dat de aanleiding erg rommelt en dat het paard daarin erg zoekt naar balans. Dus dat is nog wel een beetje het een of het ander. Galopperen heeft het paard wel meer balans en blijft daarin ook constanter in de houding. Alleen loopt dan nog een klein beetje weg naar voren, zouden we dat hij daar nog meer naar boven blijft van nature. Ja, fijn dat je dat laatste rondje stap nog hebt geprobeerd, maar ik wil wel dat je dan ook nog ietsje meer eraan blijft rijden, want hij moet echt wel meer over de rug naar je hand toe blijven rekken om die stap überhaupt wat te verbeteren. Maar hij blijft nu zo kort en zo onzuiver dat het wat je deed ook niet echt nog iets verbeterde voor ons om het cijfer op aan te passen. Dus die stap is vandaag wel echt het grootste struikelblok, helaas. We geven de volgende cijfers: stap een 4, draf een 7, galop een 7,5, houdingbalans 6,5. Souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7. En daarmee komt hij op 71 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 15, Hiske van Jentje Splits, voorgesteld door Jelmer Chardon. En Jelmer, wij zijn er klaar voor. Succes met je proef zo. Een C en M stap. B afwenden, E linkerhand. B afwenden. Linkerhand.
tussen E en K, stap. Tussen E en K, stap. En K, A, F, met Jelmer Chardon, nummer 15. Beeld is nog een beetje wisselend. Paard houdt zich nog wat vast in de bovenlijn. En daardoor zien we in de stap, de stap is wel taktmatig, maar ook daarin wel ruimte. En dan weer wat korter, weer ruimte. Het is heel, heel wisselend beeld. Dat zien we eigenlijk in alle drie de gangen wel terug. Dat zien we ook in de draf terug. Paard zou het achterbeen wat mooier door naar voren mogen treden en meer gewicht op mogen nemen. En in de galoppade blijft hij wel mooi in de silhouet, maar hij zou ook nog ietsje meer souplesse mogen tonen in die galoppade. We komen tot de volgende cijfers. De stappen 6,5, de draffen 7, de galoppen 6,5, verhouding en balans 6,5, souplesse een 6, schakelen 7, impulsen 7, een totale score van 73. Zien we nu in de ring nummer 17, dat is Jitske met Henk Hammers. Succes, Henk. Slangenpolt met drie bogen.
tussen C en M oog- en arbeidstap. Tussen C en M oog- en arbeidstap. C en M oog- en arbeidstap. B afwenden. B afwenden. E linkerhand. B afwenden. E linkerhand. E links. Tussen K en A oog- en arbeidsdraad. Tussen K en A oog- en arbeidsdraad. Tussen M en C arbeidsgalop links. Tussen M en C links galop. EBE grote volte. EBE grote volte en enkele sprongen midden galop. Tussen K en A oog- en arbeidsdraad. Tussen K en A oog- en draad. En dan F, E van hand veranderen. F, E van hand veranderen. En dan E, B, E grote volte hals trekken. E, B, E grote volte hals trekken. Tussen E en H keuzels op maat maken. En dan tussen C en M arbeidsgalop rechts aanspringen. Tussen C en M galop rechts. En dan B, E, B grote volte. Enkele sprongen midden galop. B, E, B enkele sprongen midden galop. Tussen F en A omgang draf. Tussen F en A omgang draf. K, X, M van hand veranderen, midden draf. K, X, M van hand veranderen, midden draf. Tussen E en K omgang arbeidsstap. Tussen E en K omgang arbeidsstap. En dan K, A, F waar de hand gaat strekken. K, A, F, paard de hals laten strekken. F, teugels op maat. En dan F, X, G, wenden. F, X, G, wenden. Tussen X en G, hand houden en groeten. Tussen X en G, hand houden en groeten. Dat was de proef van nummer 17, Jitske, voorgesteld door Henk. Nou Henk, je had echt tot nu toe wel echt zeker de snelste tijd van vandaag. En dat is wel een beetje jammer, want nou, misschien is het eigenlijk nog gewoon zo ver in de africhting dat hij nog ietsje snelheid nodig heeft. Maar voor nu komt hij dan niet echt uit de verf, want hij loopt dan zo te veel naar de voorhand en komt niet tot dragen. Dus eigenlijk verliest hij steeds wat balans en dan drukt hij de activiteit vanuit het achterbeen nog te veel naar de voorhand, in plaats van dat je daar ook wat mee kan werken en dat dat meer balans en aanspanning oplevert. Eerste gedeelte van het stappen was ook nog ietsje haastig. Tweede gedeelte van de proef ging hij wel fijner rekken over die bovenlijn en meer door het lichaam de ruimte pakken. Maar het draven en vooral het galopperen, ja, was eigenlijk te loperig en te weinig in balans naar boven om voor ons nu goed te beoordelen dat dat paard daarin makkelijk kan schakelen en aan het achterbeen laat zitten. Geven de volgende cijfers. Stappen 7, draf 6,5, galop 6, houding balans 6, souplesse
6,5, schakelen 6, impuls een 7 en komt daarmee op een totaalscore van 70,5 punt. We hebben nu Agen met nummer 16. We doen even de oogtest. Ja, toch? Hanna van Inger Marienlund en Agen, succes met de proef. Met 3 bogen.
zijn. Age Okkema. Mooi type. Het paard zou nog meer door het lijf mogen bewegen. Het lichaam mogen bewegen. In de stap blijft ze wat beperkt in de ruimte. Dat ze meer tot dragen kan komen. In de stap en in de draf eigenlijk vooral. In de stap blijft ze daarentegen wel weer heel. Maar vooral het stukje dat ze zich we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, draf een 6,5, galop een 7. De balans een 7. De draf een 6,5. Dan gaan we nu nog kijken naar nummer 18. Maar die zien we nog even niet. Naar Janke met Jelmer Chardon. Dus we wachten nog eventjes. Thank you.
We hebben gekeken naar nummer 18, naar Janke LW met Jelmer Chardon. Een heel fijn bewegend paard, met in de stap vrij heel takmatig, correct, actief. Zou nog wat mooier lichaamsgebruik mogen maken, nog wat meer over mogen stappen. In de draf zeer goed bewegen, veel afdruk, veel souplesse. In de galoppade blijft het paard mooi bergop galopperen. Daarbij was linksom wel beter dan rechtsom. Rechtsom bleef ze nog wat strak. En zagen we ook dat we in de buiging, dat ze daar nog wat mooier door mocht komen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap 7,5 voor de draf, een 7,5 voor de galop, houding en balans een 8, souplesse een 8, schakelen een 7, impuls een 8, totaalscore van 86. Dan gaan we nu kijken naar Romy Stad Oergong met Oh, dat komt niet. Oké, dan gaan we nu kijken naar nummer 20, Goukjen met Hendrik Eppenga, van de tuigproef. Hendrik, als je zover bent, veel succes.
Hansrandje. Ik vind Hansje, we genieten. Dat zijn ja, net ook al. Ja, joh. Lijkt toch vloeken. Ja. Oké, eens op weg. Ja, de muziek kan aan. Twee keer rechtsop, twee keer links op. Ja. Ga je gewoon voor een paard wachten? Ja. Doe je goed met hem? Dan moet je hier de bodem, hè? Via de bodem hier, ja? Ja, het wordt erin gehoord, ja. Maar het wordt scherp hoor. Maar het is niet maar de chase in. Nee. Vaak is het te veel. Vroeg steef.
gaat, komt het, Johanna, slagen het? Ja. Mooi. Het filmpje wat je stuurde, bouw maar doen niet naar bed. En dan weet je dat buurt in haren. Het is echt een dood evolutie, hè? Ja, dat is natuurlijk al een keer. Het is gewoon over de wereld hoorbaar, hè? De meeste kunnen natuurlijk aan het werk wijzen, net met een meisje, hè? Goed ook dat wat promoot. Ja, zeker. Nou, Ricky is online gekomen. Ja, Ricky die het sneeuw was. Nee, ik heb een berichtje op Facebook hoe Ricky van hoort. Oh, Saxien. Dat weet ik, dat zit al online. Ergens zal een werk, zal luisteren. Ja, goed, we moesten even over. Voor ons wel leuk om weer een tuigproef erbij te doen. Maar we kijken naar nummer 20, Goukien, voorgesteld door Hendrik Eppega. Hendrik, voor ons een beetje lastig voor vandaag om het goed te beoordelen. We vinden het wel een heel aansprekend paard en ook een heel sympathiek paard. Alleen om echt de tuigen te beoordelen was vandaag nog wel een beetje wisselend. Rechtsom ging nog een klein beetje te hard rijden. Was het tempo wat te hoog om daarmee fijn tot dragen te komen. Linksom had hij stukjes erg mooi. Maar dan kan hij dan nog meer op de achterbeen blijven en nog meer heffen en daarin ja, eigenlijk meer de onderarm horizontaal houden en dat langer vasthouden. Maar dan vindt hij dat nog moeilijk om te dragen. Wel zien we dan kwaliteit in de gewone basisgangen om te beoordelen. Dus is het daar meer een paard waar je kwaliteit in ziet om een menproef mee te rijden voor vandaag dan een tuigproef. Maar goed, jij hebt gekozen voor de tuigproef, dus we vinden het wel een heel aansprekend paard. Alleen is het tuigen vandaag nog iets wisselend en verschil links en rechts wat groter. En moet hij eigenlijk iets meer tot dragen komen en in een iets minder hoog tempo meer overtuigen. We geven de volgende cijfers. Stappen 7, eraf voorbeengebruik 7, achterbeengebruik 6,5. Zweefmoment 7, houding balans, ja balans met name 6,5. Front 7, souplesse 6,5 en impuls 7,5. En komt hem op een totaalscore van 75 punten. Dit was de laatste deelnemer van ons programma vandaag. Iedereen bedankt voor het deelnemen en de inzet. En graag tot de volgende keer.